Oké. Yo gasten van Almost Normal NL. Mijn naam is Barend en zoals je kan zien is dit niet de video wat jullie hadden gehoopt. Ja, het is een hele teleurstelling. Ik snap het. Je had erop gerekend. Je had er heel veel zin in. Ik op zich ook, alleen ik heb het een beetje onderschat. Ik dacht, leuk, lekker makkelijk, vette truth or dares. Het wordt vast heel leuk. Alleen, ja, toen had ik in één keer dit hele weekend vol gepland staan. En ja, is het lastig om dan ook nog een keertje zo'n video te maken. Want een truth or dare is een best wel grote video die ik niet voor elkaar zou krijgen. Ik heb wel andere video's opgenomen. Dus jullie gaan binnenkort wel leuke video's van mij zien. En ik denk dat het ook wel echt heel grappig wordt. Alleen ja, de truth or dare gaat helaas niet door bij deze. Of die ook ooit een keer door zal gaan, dat weet ik ook niet. Want het concept is leuk, maar de uitvoering was wat minder leuk. Ik had voor de grap al wat dingetjes bedacht bij sommige truth or dares. En ik had gisteravond wat opgenomen. En toen ben ik erachter gekomen dat het eigenlijk helemaal nergens op slaat. En ja, dat is niet het soort content wat ik jullie wil geven. Dus hier zit ik weer met een saaie uitlegvideo. En dat is nu al 3 weken achter elkaar zo. Het spijt me, echt oprecht. Maar vanaf nu gaat er gewoon een vast schema komen. En dat schema wordt in plaats van maandag, woensdag, zaterdag had ik volgens mij gezegd, wordt het dinsdag, donderdag en zondag. Waarom deze dagen? Dat is omdat ik dinsdag vind ik de kutste dag van de week. Maandag vind ik altijd nog wel gaan. En dan dinsdag is de dag waarvan ik zoiets heb van, ja, nu moeten we toch echt weer beginnen en dan duurt de week nog het langst. Donderdag is het nog net geen weekend. Dus wat we gaan doen gewoon is al een soort van weekend vieren voor vrijdag. En dan wordt het gewoon een groot feest. En op zondag natuurlijk, omdat dat de laatste dag van de weekend is. Dus dan heb ik wat meer tijd om wat leuke video's voor jullie te maken. Ik hoop dat jullie niet te erg teleurgesteld zijn. Want ik beloof dat er echt wel leuke dingen aankomen. Ik heb, wat ik al zei, al wat dingen opgenomen. Ook dit weekend. Dus eigenlijk komen er alleen nog maar leukere dingen aan dan deze video. Wat ik eigenlijk dacht dat de truth or dare zou worden. Oké, als jullie deze video kijken, dan ben ik nu aan het poelen met mijn huisgenoten van Curaçao. Dus wens me veel plezier. En dat wordt ook heel leuk. En ik ga jullie allemaal helemaal inmaken. Dan weet je dat alvast. En ik zie jullie de volgende keer weer. Dus ik heb dan nog maar één ding te zeggen. En dat is natuurlijk like, abonneer, reageer. En ik zie jullie de volgende keer.